zo. Hallo en welkom bij dag 1 van de weekvlog. En ik ben aan het zitten. Vandaag ga ik naar huis. Moet ik dat niet missen. Want zijn vakantie is voorbij. En dan mag ik daar niet slapen. Maar hij komt van vrijdag tot zondag. Aankomende vrijdag is alweer leuk. En vandaag dan met donderdag moet ik werken. Vrijdag heb ik geen werk. Dan staat hier een fles en zo inleveren. Zo. En ik sluit deze dag even van de weekvlog. Dus ik moet werk 2 van de weekvlog. Bye! Hallo, dan ben ik ook weer 2 van de weekvlog. En ik ben aan het lopen naar op de kamp. De 7 Reni. Oh, ik heb dit aan het vallen. Ik zie niet veel, maar. De 7 Reni. Blijkbaar, dus ze zijn met die hele groep vanuit de 7 uitgestapt in die bus. En nu zijn we naar de, met de 6 gegaan. Dus nu moet ik 8 of 10 minuten lopen. Dus let's go. En ik heb pauze. En ik moet tot 9 uur 's avonds. En het is nu 11:15. En ik sluit deze ook dag 2 van de week vlog af. Koopavond was op zich rustig. En dan zie ik helemaal bij de 3 van de week vlog. Bye. Hallo, en welkom bij dag 3 van de week vlog. Ik moet vandaag werken. Van 9 tot 6. Dan doe ik dit aan. Dus je ziet nu zo mijn winterjas, want het is best wel koud. Nou, helaas geen zomer meer. En ik ben nu naar de bus aan het lopen. Dus ja. Here we go. En de koopavond was ongeveer geslagen. We hadden net niet de omzet die we moesten hebben. Ik sluit weer deze dag 3 van de weekvlog en dan zie ik je bij de 4 van de weekvlog. Bye! Hallo allemaal, welkom bij de 4 van de weekvlog. Ik ben ook kakken van 9 tot 6 en dit is mijn outfitje. En ik ga nu even mijn zomertas klaarmaken en dan ga ik naar de bus. So, let's go! En ik zou jullie op de bus te wachten. En ik ben thuis en ben nu gewoon achter mijn computer. En ik sluit weer deze dag 4 van de week vlog af en dan zie ik er omhoog bij. Dag 5 van de week vlog. Bye. Hallo en welkom bij dag 5 van de week vlog. En vandaag ga ik even naar oma en opa statie gaan flessen in leven. En dan ga ik naar mijn vaders werk weer na een lange tijd met de bus om hem op te halen. Dus dat was leuk. En dan komt er liefie naar mij toe, tot en met zondag. Dus dat wordt heel leuk. Morgen gaan we straks naar Bios. Dus dat gaat ook leuk worden. Dus let's go! En ik ga zo naar mijn oom en opa. Ik heb dit aan. Deze oorbellen van mijn winkel terstel. Mijn haar in een staartje. En ik heb hier mijn statiegeldfles. Die neem ik even mee naar mijn oma, omdat ik vanuit mijn oma naar op de kamp ga. En dan lever ik zelfs het goede samen met mijn vader in. En dan kan ik meteen even ook nieuwe crackertjes halen, want ik heb wel niks anders voor het ontbijt. Dus ja. En ik ga nu naar mijn oma en opa lopen met de statiegeldzak en mijn broekzak. En ik ben bij mijn oma en opa. En ik ben nu op de bus dus wachten. En ik heb mijn vader opgehaald en ik was even bij oma op te halen. Nu ben ik weer terug naar huis aan het lopen. En daar is het schatje, patatje. Hij is bij mij. Ik kom slapen. Morgen gaan we Pokémon Go doen en naar de bioscoop. Ja. Gaan we naar de film Misfit. En ik heb dit aan omdat we het kat hebben. We hebben hier een lekker korreltje. Vanwege die kutpoet in. Ik hoop ooit dat hij een kernbom op zichzelf gooit of zo. Zonder dat wij naar de klote gaan. Maar ik sluit weer deze dag 5 van de week vlog. En dan zie ik jullie morgen bij dag 6 van de week vlog. Doei. Hallo, welkom bij dag 6 van de weekvlog. Pak jij hem? Ja. Goeiemorgen. Zo. Jee.
gezin en welke. Vandaag gaan we naar de bioscoop. Gaan we gezellig naar de bioscoop. Gaan we eerst even Pokémon Go doen, man. Gaan we eerst daar naartoe wandelen Pokémon Go doen. Ja, dan naar de bioscoop. En als we daar nog tijd over hebben, gaan we ook nog gaan we sowieso even Pokémon Go wandeling doen. Ja. En morgen laat ik meneer Kerkrade zien en dan kunnen we ook misschien nog Pokémon Go doen en naar hier lopen. En Planet Coaster laat ze me ook zien. Oh ja, dan wil ik je, zal ik je dat ook dadelijk laten zien? Ja, doen we dat. Dus, let's go. Let's go, bye. Ja. Doei. Nee, zo hoort dat niet. Oh. Gewoon aan stop klikken jij. Peace. Die rode knop. Ja, nee, deze. Dat is een foto. Oh, deze is. Niet doen, die rode. Die rode, die middelste. Nee. En we zitten in de bus. En we waren naar de bioscoopbus. En dat was heel leuk. Jippie. Morgen gaan we... Oh, je laat ik jouw kerkraai zien. Ja, laat ze mijn kerkraai zien. Zeg het dan gewoon nog niet. Kerkraai. Nee, niet rooi. Rooi. Kerkraai. Morgen laat ze me kerkraai. Laat ze me zien. Ja, en hier gaan we met de bus door. Doet. Doet bus. Ah, mama. Dan hoor je toet. Ik ga het zien. Wij zitten Planet Coaster te spelen. En dit hebben we al gebouwd, Dream Park. Ja, ik was het dak zat omdat ik daken had bouwen, dus hebben we dit gedaan. Maar op zich is het de fantasy avond. Ja, moeder. Schatje, jij bent weer ergens aan. Ik doe helemaal niks. Waar is dat kut? Leg ik kut huis nou? Daar. En we gaan zo verder. Maar we hebben niet lang tijd omdat mijn moeder dan naar boven komt. We gaan verder met dat hele park bouwen. Bedankt voor het kijken en ik spreek jullie dan morgen. Van de week vlog af. En ik zie jullie bij dag 7. Bye. Oh nee, ik bedoel. Doei. Zo goed. Wacht even. Gedrukt. Hallo allemaal. Pauper. Och schat. Je mag daar lekker op het stopknopje duwen. Hallo allemaal. Goedemorgen allemaal. Van de week vlog. Dag 8 van de week. 7 schatje patatje. Ah oh ja, 7. Vandaag ga ik schat die kerkraden laten zien.
Ja, en helaas moet ik vanavond weer op tijd weer naar huis. Komt de taxi, moet ik weer naar u, yes. Ja, maar de vrijdag kom ik naar Schatje. En de zondag gingen wij naar de kermis. En moet ik even met Chaka? Met Chaka overleggen. Moet ik eventjes overleggen met een vriendin van mij? Ja, ik heb nou al Jacqueline gezegd. Oh. We gaan nog lekker plannenkoosje doen. Yeah. En nu gaan we lekker eten. Meneer mag ook het opnoepje nemen, heb ik gezegd. Dus, let's go. Please. Goeie. Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog van haar kanaal. Zoals je ziet, zit ze helemaal te koekloeren. Dus ja, we gaan dadelijk ons eigen omkleden, schatje. We gaan dadelijk ons eigen omkleden. En dadelijk gaan we eerst Planet Coaster eventjes doen. En daarna gaan we eventjes naar buiten. Laat ze maar... Laat deze mafketel even een kerkhooi zien. Kerkhooi? Ja, kerkhooi. Nou, oké. Nou, ciao. Bye. Die zit te slapen. Beetje moe. Zaterdag moet je toch werken, toch? Anne, ik heb gespiet anders. Een frikandel met saltiesaus. Fanta van New York City. Helemaal groot. En daar zit figuur ook deze. Met frietjes. We hebben net gegeten. Al een tijdje geleden hebben we een plankooster gedaan. Vandaag moet Schatje Patatje naar huis. Maar hij voelde zich net niet lekker, dus hij is even lekker bij mij in het slapen. Mm-hmm. Hij is door het buikpijntje. Dus ik laat hem even lekker rusten. En dan ga ik nog dadelijk weer eventjes als meneer belt. Of als hij nog kan even een spelletje spelen voordat hij terug gaat. Kwart over 10. Ja, 10:15 komt de taxi, diefje, inderdaad. Hé, kijk, hij gaat me missen. Ik zie het niet, maar hij heeft een beentje nog vast. Wil ze dadelijk nog een spelletje doen? Wil je slapen alleen maar? Oh, schat. Je voel je wel goed. Wil je wel nog wat doen met mij? Schat, hé, wat is er? Kijk maar eens aan. Hij is wakker. Momentje, mensen. Ik ben nu helemaal alleen, want mijn schatje moet naar huis vandaag. Jammer, omdat hij morgen moet werken. Ik heb morgen vrij. Ik heb hem net op de taxi afgezet. Hij voelt zich trouwens al wat beter. Hij had buikpijn. Hij had misschien niet verkeerd gegeten of zo, dus hij heeft rustig aangedaan. We hebben daarna nog gewoon even op bed gelegen. En spelletjes gespeeld, gewoon lekker Uno gedaan. Daarna heb ik hem, kon hij nog even bij mij liggen. Want hij was moe, dat zie ik aan hem nog even. Dus ja, vrijdag zie ik hem weer, want dan ga ik vanuit mijn werk naar hem toe. Dan ga ik lekker slapen. Dus ja. Ik hoop dat jullie deze week vlog leuk vonden en zie ik jullie weer bij een nieuwe vlog. Bye!